Hallo allemaal en super tof dat je kijkt naar een nieuwe video op het YouTube kanaal van het Crypto Instituut. Mijn naam is Pieter Jan en het is vandaag vrijdag 17 juni. En op deze vrijdag 17 juni beginnen we de dag met een video over Phantom. Phantom was namelijk de populairste coin uit de poll die we hebben gehouden deze week weer in de Discord server. En eigenlijk zou je dan natuurlijk afgelopen woensdag al de technische analyse van online komen. Maar het was voor mij ook een beetje een rommelige week. Maar natuurlijk maakt dat zoals altijd gewoon goed om de video's alsnog op een later tijdstip in die week te uploaden. Dus vandaar dat we vandaag drie technische analyses doen. Phantom. En de volgende altcoin, dat wordt Matic, oftewel Polygon. En daar komt ook natuurlijk nog de Ethereum analyse eraan. Dus laten we maar snel beginnen met de eerste video dan over Phantom. En we beginnen weer lekker, zoals altijd, uitgezoomd op het wekelijks tijdframe. Zeker in deze periode waarbij gewoon de markt aardig een diep zeeduik aan het nemen is. Met flinke percentages die er in de weken afgaan. Gaan we natuurlijk eerst. Uitzoomen. En dat is sowieso op dit moment dus heel erg belangrijk om te doen. Als we dan gaan kijken naar de levels die voor Phantom op dit moment belangrijk zijn om te houden. Phantom heeft natuurlijk een Altum High gehad die richting de 3.75 dollar en 75 cent uh, was. En op dit moment zit Phantom gewoon op 24 dollar cent. Dus Phantom heeft al de nodige pijn uh, geleden. Als we dan gaan kijken naar welke levels we nog kunnen gaan kijken op het wekelijks tijdframe die je gewoon graag behouden wilt zien worden. Dan zien we voor Phantom op het wekelijks tijdframe dat in ieder geval we nu al weer bij belangrijke levels terecht zijn gekomen en dat het sowieso wel te verwachten is dat de 18 cent ook een rol van betekenis zou moeten gaan spelen met betrekking tot support en resistance. Want als we bij dat level een lijn in de buurt plaatsen, dan zie je dat daar verschillende keren tijdens de uh, correctie die we gehad hebben afgelopen zomer, ook support gevonden, is rond het level van de 18 cent. Dus mocht Phantom weer een stukje omlaag gaan en weer onder die 20 cent schieten, dan is 18 cent zeker ook een level waar je support voor Phantom natuurlijk kan verwachten. Uh, gaan we dan nog een treetje lager, dan kunnen we dus zelfs helemaal naar die low gaan van afgelopen zomer, die dus op de 15 cent ligt. En daarna zien we dat het eigenlijk best wel heel erg rap kan gaan. Omdat we hele snelle uh, stijgingen zien op het wekelijks tijdframe. En dat het dan zomaar is zou kunnen dat het volgende level voor Phantom eigenlijk pas rond de 6 cent um, in het spel komt. En daarna natuurlijk het level bij de 5 cent. Maar daarvoor moet Phantom nog eigenlijk wel een flink stukje natuurlijk dalen. Voordat we daar zijn. Want voordat we bij... De 6 cent zijn, dan moet de koers natuurlijk alweer flink uh, in elkaar gezakt zijn en is die zeker alweer ruim meer dan gehalveerd. Want als we vanaf hier halveren zitten we natuurlijk op 12 cent. En daarna moet de koers dus nog een keer halveren voordat we pas bij deze levels aankomen. Dus laten we in ieder geval hopen dat het niet zo ver komt en dat we dus als eerste als we gaan zakken bij die 18 dollar cent gewoon mooi de support weer kunnen gaan opzoeken. En daarna natuurlijk de 15 dollar cent. Als we dan even kijken naar de RSI op het wekelijks tijdframe. Dan zien we dat er ook echt voor Phantom gewoon nog ruimte is om die verdere daling te maken. Phantom is namelijk op het wekelijks tijdframe niet oversold uh, op dit moment. Terwijl we dat voor Ethereum en Bitcoin bijvoorbeeld wel al zien. Hierbij zit Phantom op dit moment op een RSI van 32,5. Dus er is echt nog wel wat ruimte om voor Phantom een verdere daling te zien. Uh, voordat hij oversold raakt. En vaak is een oversold uh, signaal pas echt het signaal dat er een. Uh, mogelijke bodemvorming aan uh, zit te komen, omdat dit ook gewoon werkt bij de toppen. Zo, zo kunnen we gaan werken aan die divergenties, die er dus zo belangrijk zijn, die we de afgelopen tijd heel erg vaak bespreken. En als we die dan ook op het wekelijks gaan kunnen gaan maken, dan kunnen we langzaamaan dus die bodemstructuur van de bearmarkt gaan maken, om een mooie stevige bodem op te bouwen voor de volgende boeren. Dus voor Phantom zou het echt wel kunnen dat we die lagere prijstargets nog gaan zien. Natuurlijk, RSI hoeft niet per se over sol te raken, maar het is wel iets wat we meestal zien gebeuren. Als we dan ook even kijken naar de weekend, dan zien we voor Phantom wel gewoon een groene weekend. Deze candle zegt niet heel erg veel. Er is redelijk in een even grote wiks, wat aan de bovenkant, onderkant. Candle body gewoon ja, mooi in het midden. Um, dus wijst niet echt bepaald op een bepaalde structuurkanteling of zo. Het is um, ja, niet. Uh, Voorspelbare candle, Hij kan beide kanten uiteindelijk de week erop gaan. Als we dan kijken naar de levels die we op dit moment weer gegained willen zien worden, dan zie je op het weekendstijdsframe dat het eerste level waar we eigenlijk weer doorheen willen, de 30 cent zal zijn. Als we daar namelijk een lijn gaan plaatsen, en daarvoor moet ik hem ietsjes omlaag halen, zie ik, dan zie je dat bij die 30 cent ook verschillende keren support is gevonden voordat we verder omlaag vielen. En dat het ook resistent is geweest voordat we er in 2021 door, uh, doorheen wisten te schieten. En daarna zie je eigenlijk dat de 5-cent-levels een rol beginnen te spelen. Die we zo meteen ook nog duidelijk op het dagtijds van terug zullen zien. Je ziet namelijk ook bij 35 cent, uh, cent verschillende reacties. En ook bij 40 cent zie je deze terugkomen. En daarna ook bij 45 cent zie je deze overduidelijk. Dus voor Phantom zal het ook zijn dat je op de 5 cent. Rekening moet houden met een reactie, oftewel support, oftewel resistance. Als we dan nu doorgaan naar dat dagelijks tijdframe. Dan zie je op het dagelijks tijdframe dat het eerste level dat op de korte termijn gegained wil hebben de 26 cent is. Dat is het level waar we de afgelopen dagen zijn afgewezen. Dus die willen we op dit moment ook weer gainen. Om dus echt naar die Candle Body Low toe te gaan bewegen. Die staat aan het begin van mei rond dat level van die 30 cent. Die dus mooi samenvalt met die stapjes van de 5 cent die we net al op het wekelijks tijdframe bespraken. Uh, als Phantom dus verder zakt dan als we wat gaan uitzoomen. Dan zie je dat we op het dagelijks tijdframe ook nog duidelijke reactie kunnen verwachten bij de 20 cent. Hier zie je dat verschillende keren is en support is gepakt in het verleden. En daarna zie je dus dat die 18 cent ook duidelijk op het dagelijks tijdframe terugkomt. Voordat we echt bijvoorbeeld naar die loop bij die 15 cent uh, dus kunnen die we net ook al op het wekelijks tijdframe hadden gespot. En hier zie je ook gewoon heel erg duidelijk dat op 10 cent ook nog wel wat support gevonden is, maar dat het daarna dus heel erg rap kan gaan richting die 5 cent, omdat die stijging dus ook redelijk snel gebeurd is. En we zien natuurlijk als we een snelle stijging hebben gezien, kunnen er ook weer even hard snel doorheen vallen. Dus ook qua support is het over het algemeen dus echt wel even kijken per 5 cent. Die belangrijk support kunnen gaan, uh, zijn voor Phantom. Als we dan op dit moment ook eventjes gaan kijken naar wat we zien op de RSI. Dan zien we op de RSI op het dagelijks tijdsframe dat Phantom wel die bullish divergentie heeft gemaakt. Uh, tussen dus de 12e van mei waar dus uh, die low is gezet. En dat op dit moment echt wel overduidelijk die bullish divergentie aanwezig is. Phantom heeft met de drop die we hebben gemaakt richting de RSI net onder de 26 gegaan. Terwijl die low dus echt rond de 19 RSI zit. Dus daar zit wel een aardig groot positief gat natuurlijk tussen. Terwijl de prijs wel gewoon overduidelijk die low-low low heeft gezet. Dus deze divergentie is wel echt goed stevig om te zien. En dat ziet er natuurlijk gewoon top uit voor Phantom. Dat we die zo overduidelijk, natuurlijk, op dit moment aan het maken zijn. En laten we ook hopen, natuurlijk, dat hij zich gaat uitspelen. Als we dan ook even kijken naar de ribben, dan zien we dat de ribben ook gewoon een belangrijk verhaal, natuurlijk, heeft gespeeld. Deze komt ook gewoon heel erg hard omlaag. En je ziet ook dat hij nu echt super wijd is. En natuurlijk, als de prijs gaat consolideren en weer stil gaat hangen, dan zal je ook zien dat de ribben op het dagelijks tijdframe weer nauw begint te worden. En wat we ook al aangaven. In andere video's is een nauwe ribben vaak hetzelfde dat er een grotere move aankomt. Maar de ribben is natuurlijk ook een belangrijk resistance gebied. En deze komt op dit moment in het spel rond het level van de 31 dollar cent. Tot en met helemaal het level bij de 52 dollar cent. En daarna heb je natuurlijk nog die 100 en die 200 die je mee. Maar die zijn op dit moment wel een aardig stuk weg voordat Phantom deze durft aan te gaan tikken. Zelfs om boven de top van op dit moment de IME ribben aan te komen, gaat de prijs al verdubbelen. Dus dat geeft wel aan hoe ver we moeten stijgen om bij de 80 dollar cent te komen, waar dus die 100 IMA op dit moment op het dagelijkse tijdframe ligt. Als we dan nu eventjes nog de ribben uittikken en we gaan nog eventjes de lokale Fibonacci's erbij pakken, dan pakken we als eerste de Fibonacci voor de support levels en daarvoor pakken we dus deze low naar op dit moment de top. En dan zien we dat het eerste level, het is niet heel erg verrassend, de 1, 2, 3, 6 natuurlijk is. Want we zijn op dit moment gewoon bij die low uh, aan het consolideren. En die ligt dus bij de uh, 16 cent ongeveer. Dus vlak bij het level van die 15 cent dat we net ook al bespraken. En daarna zie je dat de 1, 6, 1, 8 eigenlijk pas bij dat 5 cent level is. Wat dus echt een van de laatste levels is waar we pas uh, voor Phantom naar hoeven te kijken. Omdat er natuurlijk nog een aantal leveltjes waaronder dus de 10 cent uh, tussen liggen. Voor Phantom om support te pakken. Maar dit zijn in ieder geval de levels waar je zeker als we echt dieper gaan. Uh, rekening mee kan houden dat daar wel support gevonden zou moeten worden. Als we dan nu nog even kijken naar de resistance levels die we op het dagelijks tijdsframe terug moeten kunnen zien. Daarvoor pakken we dan deze top. Deze week tellen we wel mee, want op het 4-uur tijdsframe is overduidelijk die prijsactie gewoon goed terug te zien. En daarbij zien we dat het eerste resistance level bij de 27 cent ligt. En daarna de 32 cent, de 0.382 voordat we bij de 36 cent aankomen, de 0.5. En daarna de golden pocket die zich rond de 40 cent opwerpt. Daarna nog de 45 cent, de 0.786 en daarna komen we weer pas bij die high. Voordat we richting 1.236 en de 1.6184 minuutje kunnen die al bij 60 cent liggen en bij 72 dollar cent. En dat zijn natuurlijk al gewoon prijsstarkers waar we van een verdubbeling spreken. Zelfs om richting het één level te gaan, spreken we op dit moment al van een verdubbeling van je inleg, mocht dat natuurlijk gaan gebeuren. Als we dan nu als laatste ook nog even op het 4 uur tijdframe gaan kijken voor Phantom. Dan beginnen we ook voor Phantom eventjes uh, op het 4 uur tijdframe met het kijken naar de RSI. De RSI zien we namelijk ook flink in kracht te zijn toegenomen en zien we op dit moment dat we problemen ervaren bij de 50 RSI en dat dat eigenlijk gepaard gaat met het level van de 24 cent op dit moment. Um, het wordt dus de vraag van kunnen we vanuit hier een opleving krijgen en gaan we dus door die 50 RSI heen kunnen breken of blijft die dus resistance en kunnen we weer richting dat 40 RSI level wat de afgelopen periode ook regelmatig support en resistance is geweest voor Phantom. Als we dan ook even kijken naar de ribbon, dan zien we dat Phantom pogingen doet om door die ribben heen te komen. Maar continu als dat we erin komen wordt Phantom eigenlijk weer redelijk snel teruggedrukt. Op dit moment zie je dat we last hebben van de ribben tussen de 23,7 cent Tot en met het level van de 26,4 cent, Voordat we dus echt pas richting die 100 die hier meekomen die rond de 29,7 dollarcent uh, ligt voor Phantom. En daarna heb je nog de 200 die je mee die wel een stukje hoger ligt. Die ligt ongeveer bij de 38,2 dollar cent voor deze altcoin. Als we dan nog als eerste gaan kijken naar de support levels die we tegemoet kunnen zien op basis van de Fibonacci. Daarvoor tekenen we dan vanuit deze low naar op dit moment de huidige top voor Phantom: een Fibonacci. En dan zien we dat we op dit moment support aan het pakken zijn bij die 0.382 die bij de 23,5 cent ligt. Mochten we daar onderschieten kunnen we richting 22,7 cent de 0.5 voordat we bij de golden pocket aankomen. Die tussen de 22 cent bij de 22 cent ongeveer in het spel komt en ook samenvalt met de low die in de afgelopen dagen gezet is. Mochten we daar weer onderschieten dan kijken we dus richting de 21 dollar cent ongeveer de 0.786 voordat we dus bij die low weer aankomen. En dan heb je nog 0,178 voor Phantom de 1236 en de 15,2 cent de 1618 van deze Fibonacci. Dus die 15 cent zit ook wel weer wat uh, confirmatie op dat het een belangrijk level wordt voor Phantom om stand te houden. Als we dan als laatste nog gaan kijken wat voor transformatie we op dit moment zien ontstaan voor Phantom. Dan zien we hier overduidelijk. Je kan het een bear flag noemen. Je kan het een Rising Channel noemen. Maar in ieder geval, we zien een opgaand uh, kanaal, wat natuurlijk vaak meer een bearish signaal is als een bullish uh, signaal. Natuurlijk, het is goed dat de structuur uh, higher highs is en um, het maken van um, higher lows. Maar het lijkt verdacht veel natuurlijk op een rising channel of een... Um, bear flag. Het is net hoe je hem noemen wilt. Als je hem als bear flag wilt zien dan zou je bijvoorbeeld de vlaggenmast kunnen connecten vanuit dit punt. En als we hem dan helemaal omlaag door zouden tekenen en je zou hem op dit moment gaan connecten. Uh, dan zouden we als we vanaf hier een doorbaak gaan zien dus al richting die 11 dollar cent gaan, kunnen gaan. Natuurlijk, het ziet er meer een beetje uit omdat hij niet heel lekker te connecten is aan de bovenkant. Dat het een soort, uh, ja, meer een kanaal aan het worden is waar het hij aan het bewegen is. Die lijnen lijken wat nauwer naar elkaar uh, samen te gaan komen. Dus dat is sowieso iets wat we wel in de gaten houden. Zie je op een gegeven moment dat Phantom echt duidelijk die kanaal naar boven natuurlijk maakt. Uh, dan betekent het gewoon dat hij naar boven is uitgebroken uit dit reizende kanaal. Wat we het in ieder geval zeker wel mogen noemen. Um, wat natuurlijk wel bullish is, want... Als we natuurlijk een bearish pattern, wat gewoon meestal natuurlijk naar beneden uitbreekt, bullish kunnen uitbreken. Dat is natuurlijk wel een goed signaal. Maar dat zal natuurlijk dit komende weekend wel beslist worden. Want het zal ongetwijfeld weer een spannend weekend worden. Bitcoin hangt nog steeds in die 20.000 dollar. En we gaan zien of we deze week boven de 20.000 dollar voor Bitcoin kunnen gaan afsluiten. Of dat we er toch onder gaan. Uh, maar dat wordt natuurlijk een vraag die we ook nog zeker morgen of overmorgen kort zullen updaten. En zeker ook in de Discord server. Gewoon netjes zullen bijhouden. Net zoals we dat natuurlijk ook voor Phantom zouden doen. Dan zitten we weer voor deze update over Phantom. Voor deze video leuk, laat er zeker een duimpje omhoog achter. En nog niet gewoon op kan je kanaal wil Dan zeker hier beneden. Door op je te drukken. En ben je nog lid van de community? Dan is er zeker via het linkje in de beschrijving. En dan spreek jullie dadelijk weer met een gloednieuwe Matic technische analyse. En dan wens ik jullie nu nog een hele fijne vrijdagavond. Tot dadelijk!